Ik ben een van de experts, technische achtergrond en inderdaad, komt vooral veel brengen rondom AI. We hebben een prachtige prop meegenomen inderdaad, onze patentmachine. Wat we zochten was een ijsbreker voor onze groep. Hè. We kennen elkaar allemaal nog niet. We hebben alle deelnemers gevraagd om ons 3 woorden te sturen die hunzelf als persoon beschrijft. Zonder dat ze wisten waar dat voor was. We hebben die 3 woorden gevoed in onze patentmachine. En daar is dus een uitvinding uitgekomen, een patent. Dus ze hebben allemaal een eigen geprint kaartje gekregen waar het patent op staat. Dus het is ook echt van hen. Er zit een NFC-chipje in, dus ook het patent is ook online fatsoenlijk te bekijken. En we hebben uiteindelijk dat patent zelf ook gebruikt en gepresenteerd aan de anderen om te kijken of we kunnen raden van wie welk patent is. Dus hebben we goed geluisterd naar de introductierondes. Zijn er mensen geweest die bepaalde sleutelwoorden hebben gebruikt? Zo ja, nou, komt dat ook overeen met de patenten die we daadwerkelijk gezien hebben.